Feyenoord kan vandaag kampioen worden in de najaarspool. En dan heeft het aan één punt genoeg. Feyenoord onder 17 speelt met de volgende 11 namen op het doel. Oyarzon, achterin Jadon Achen, Twan Schens, Tijmen Wessels en Matthew Emparaganda. Middenveld met Diego Rambokus, Tobias van den Elshout en Hakeem Agboulaye. En voorin Ayoub Ouargi, Kelvin Nijhuis en Wis Treffers. Treffers zoekt diepgang. Ouargi wil het allemaal even zelf doen. Rambokus, twee man voor het doel. Treffers en Nijhuis. Agboulaye, Rambokus en de openingstreffer voor Feyenoord onder 17. Wordt gemaakt door Diego Rambokus. Heel rustig, beheerst gedaan met binnenkant links in de verre hoek. Weer Rambokus. Terug uit denk, ja. Achen. Goeie schijnbeweging. En die kopbal zit er ook in van Tobias van den Elshout. Die hem prima naar de verre hoek stuurt. En vanuit het niets pakt Feyenoord niet een 1-0, maar meteen een 2-0 voorsprong. Beide ploegen ongewijzigd. Bounida. Pereira de Gama met een goede voorzet. En dan komt Ajax terug in de wedstrijd. En zo doet Ajax wat terug begin van de tweede helft. Dan lijkt het zo in de tweede helft plots nog heel spannend te worden. Blijft opnieuw oppassen. Goede redding, maar alsnog dan raak. Ajax komt razendsnel terug tot 2-2. En heeft Ajax zich een dikke minuut nodig om volledig terug te komen. Jadon Achen. En een knappe poging van den Elshout. Goed gedaan door Van den Elshout. Misschien maar eens zelf proberen vanuit de moeilijke hoek. Waarom ook niet? Het is een verdediger die hem daar weghaalt. Daar staat Nijhuis die dan toch niet zijn treffer maakt. Wat een redding van de doelman. Die telden we toch allemaal al met z'n allen. Het is toch alweer de derde keer dat die Rayane Bounida schreeuwt om een vrije trap. Maar hier gaat de kans komen. En weer niet het doelpunt. Maar Van den Elshout zit er goed tussen. Ouargi bij hem. Boularus, is dat geen buitenspel? Kan die erbij? Bal blijft hangen voor Nijhuis die het beslist. Die de 3-2 maakt. En Feyenoord om de 17 naar de najaarstitel schiet. En kijk eens wat een ontlading dat oplevert. Iedereen glijdend naar de cornervlag. Ook de bank er naartoe. Maar de bal van Boularus belandt met een beetje geluk voor de voeten van Kelvin Nijhuis, die dan toch doelpunt nummer 18 van het seizoen maakt. Mechroes gaat nog een keer uithalen. Bal is voor Oyarzon. En dan is het afgelopen. Feyenoord onder 17 is najaarskampioen.